Wij helpen woningeigenaren in energiearmoede bij het verduurzamen van hun huis. En omdat we bewoners zoveel mogelijk willen ontzorgen, doen we dat door rechtstreeks energiebesparende maatregelen aan te laten brengen. We hebben een regeling gemaakt voor eigenaren in energiearmoede met een slecht geïsoleerde woning en een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. En het gaat daarbij om energiebesparende maatregelen tot 2500 euro. Waarmee uiteindelijk de bewoner flink en blijvend energiekosten bespaart. En daarbij moet je denken aan maatregelen als spouwmuurisolatie, vloerisolatie, maar dubbelglas. We regelen alles voor de bewoners en dat maakt het wel zo makkelijk. Voldoet een bewoner aan de voorwaarden, dan bezoekt uiteindelijk een energiecoach van onze lokale energiecorporatie de bewoner thuis. We hebben binnen Zutphen Energie een aantal energiecoaches rondlopen. En een paar daarvan die zijn aangewezen als specifieke energiecoach voor deze actie van de gemeente. We gaan daar bij de bewoners langs om middels een formulier alle informatie op te nemen die de gemeente nodig heeft om isolatieactie goed uit te kunnen voeren. Voor de bewoner uiteindelijk een comfortabel huis met een lagere energierekening. En daar gaat het om. Nou, ik heb een koekoek op het dak, zo'n kapel. En die is geïsoleerd. Er was een subsidieregeling met allerlei voorwaarden en daar paste ik in. Ik vond het zeer ingewikkeld om dat met internet te doen. Daar hebben ze me heel goed mee geholpen. Want het ontzorgen was voor mij heel belangrijk. Maak ook blijvend het verschil voor je inwoners met een kleine beurs. En het mooie is, samen met bewoners maak je gebouwde omgeving toekomstbestendig en aardgasvrij ready. Gemeente Zutphen, energiearmoede? Wij maken blijvend het verschil.